Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Reactor, het nieuws- en achtergrondenprogramma van Skyline Televisie, waarin we de actualiteiten uit de streek hier aan tafel behandelen en waar we natuurlijk ook de actualiteiten laten zien als onze cameraploeg in de buurt is geweest bij evenementen en activiteiten. Maar bij me aan tafel vandaag een bijzondere gast, een bekende, Theo van Ewijk. Theo, welkom. Dank u wel. Fijn dat jij er bent. Bart is helaas afwezig. Jij mag beide honneurs waarnemen van jezelf en van Bart. Ja. Gaat want goedkomen. Jullie gaan samen jullie zijn een theatertournee aan het voorbereiden. Ja. Met daarin allerlei typetjes, zang, sketches. Waarom een samenwerking met Bart Krijnen? Nou, ik zou bijna zeggen, waarom niet? Bart is hij heeft heel veel know-how in huis op het gebied van theater. Hij heeft natuurlijk vroeger die tour gedaan met zijn liedjes van Robert Long. En Bart is gewoon een hele goede zanger. Hij kan ontzettend goed zingen. En hij is natuurlijk als Tooske geniet die hier in omstreken een ongekende populariteit. En hij vroeg me een tijdje terug van, goh, is dat niks voor jou? En heb ik er wel even over nagedacht. Dat lijkt me wel een uitdaging. Ik heb al veel dingen gedaan, maar ik had nog nooit in het theater gestaan. Dus, why not? Daar gaan we het dadelijk over hebben. Want ik ben heel erg benieuwd wat er gaat worden van die theatertournee van jullie. Ik kan me van alles erbij voorstellen, maar ik ga het dadelijk graag van jou. Maar we gaan eerst even kijken naar de actualiteiten van de afgelopen dagen. Twee paren van de Quickly Dancers uit Zeeland hebben deelgenomen aan het eerste NK Salsa voor dansen voor rolstoeldansers. Het salsa dansen is een heel nieuw onderdeel in het rolstoeldansen. Ben en Arno van Vught uit Odilia Peel werden succesvol derde. Debbie van Mare uit Ochten danste met Romy van Weeg uit Odilia Peel. En ook zij vielen in de prijzen en werden vijfdes. Op bevrijdingsdag is het eerste Wiesentkalfje geboren in de Wiesentkudde in de Maashorst. Het kuddebeheerders van Free Nature zagen het jonge kalf in het bos samen met de koe. Koe en kalf maken het goed. De kudde bestaat nu uit zo'n 11 dieren. Zodat het geslacht bekend is, wordt het kalfje aangemeld bij het officiële Wiesentstamboek dat in Polen wordt bijgehouden. Een goede plek om zelf het kalf en de rest van de kudde te zien is het uitzichtpunt langs de Udense Dreef. Moeder en kalf hebben rust nodig, dus houdt enige afstand als de kudde dicht bij het raster staat. De lokale afdeling van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de twee onveilige situaties voor scholieren op de president Kennedylaan. Betreft het kruispunt met de Loopgrondstraat ter hoogte van het autobedrijf en een stukje verderop een oversteeksplaats naar de Volkerseweg vanaf de Ventweg richting het sportpark. De PvdA-fractie geeft aan dat er gestart is met de bouw van een aantal woningen op de hoek van de Loopgrondstraat fietspad Kennedylaan. En hierdoor wordt de verkeerssituatie aan de kant nog onoverzichtelijker en dus gevaarlijker. Ook zal daardoor bouwverkeer over het fietspad plaatsvinden. De PvdA-fractie wil graag weten of het college van BMW op korte termijn maatregelen kan treffen, waardoor het voor fietsers veiliger wordt om over te steken. Het gaat dan om een tijdelijke oplossing, omdat de problematiek onderdeel kan zijn van de omgevingsvisie Volkerseweg. Van de actualiteit uit de streek terug naar de tafel van Reactor met Theo van Ewijk, die samen met Bart Krijnen een theatertournee aan het voorbereiden is, een theatershow aan het maken is. Bart Krijnen, je zei het zelf al, Theo, best wel bekend. Zeker ook als hoofdredacteur hier van Skyline Televisie. Ja. Zijn typetjes die hij heeft. Jij bent zelf inmiddels ook niet onbekend meer, want jij presenteert hier de artiesten ingang. Doet meerdere dingen voor Skyline. Maar voor de mensen die Theo van Ewijk niet kennen, wie is Theo van Ewijk? Ja, dat is een moeilijke vraag altijd om iets over jezelf te gaan. Ja, nou ja, goed. Ik heb al heel veel dingen gedaan in mijn leven. Ik heb als jonge ben ik begonnen in een band te spelen. Dat was leuk, een amateurbandje. En daar is daar eigenlijk allemaal mee begonnen. Toen was ik 17. Ik ben inmiddels 55. En er is best wel het een en ander de revue gepasseerd, om het zo maar te zeggen. En in die tussentijd ben ik lievelijk voortgekropen. En ben ik gaan spelen in beroepsorkesten. En we gingen heel vaak artiesten begeleiden. En, ik zag Anita Meijer bijvoorbeeld. Dat was één van de. En we hebben, ja, wie heb ik
Ik heb ze geloof ik allemaal wel zo'n klein beetje op het podium, mee op het podium mogen staan. Want ja goed, het is aan de andere kant ook een heel groot voorrecht natuurlijk als je op die manier muziek mag maken en je ding mag doen. Toen mijn eerste dochter geboren werd, ben ik gestopt met muziek maken, tenminste als beroeps. En daarna ben ik weer in een amateurband gaan spelen, omdat het dan toch de spoeling gelukkig wat dunner is, want we waren gemiddeld toch wel een 4 of 5 avonden in de week waren we weg. Echt heel druk. Toen de tijd was dat nog, met orkesten. Ja. Tegenwoordig is het een heel stuk minder. En toen ben ik een amateurband gaan spelen en toen heb ik een baan gezocht. Heb ik ruim 18 jaar als bedrijfsleider gewerkt bij een grote couriersorganisatie in Nederland. En dat is sinds 1 januari 2016, wegens een reorganisatie, moest ik het veld ruimen. En nou ja, goed, en in de tussentijd was ik al vrijwilliger bij Skyline en kende ik natuurlijk Bart. En nou, toen kwam dat theater in beeld. Ja, toen kwam het theater in beeld. Het verhaal in de notendop, hè? Ja, in de notendop, maar het geeft al wel aan, je bent professioneel met muziek bezig geweest. Mm-hmm. Is jouw rol nu het mede begeleiden van Bart of is het ook het schrijven van liedjes? Wat doe je precies? Onder andere, het theaterprogramma bestaat natuurlijk uit heel veel muziek, dat hoort er uiteraard bij. Bart is een begrip in het zingen van liedjes van Robert Long, dus er gaan er ook een aantal liedjes van voorbij komen. Ja. Maar we proberen uiteraard ons thema wat we hebben, blijf wie je wil zijn, dat is eigenlijk ons thema, zeg maar. Dat is niet zozeer van blijf wie je bent, maar blijf wie je wil zijn. Dus je hebt een bepaald streven, nou dat doel moet je nastreven. Dat is een beetje de algehele leider, de rode draad door het programma. Mm-hmm. Dus en nou ja, zo zijn we dat aan het schrijven gegaan. En er zijn ook liedjes. Bart is heel goed in tekst schrijven. Ik kan geen tekst schrijven. Ik kom niet verder als ik hou van jou en ik blijf je trouw bij spreken. Hè. Dat lukt dan nog wel. Ja, ja. Maar echt een goede tekst schrijven die ergens over gaat, daar ben ik niet zo bedreven in. Maar goed, daar is Bart weer heel erg goed in. En die heeft dan een tekst klaar en die stuurt hij dan naar mij. En dan ga ik de muziek daarbij bij bedenken. Zeg maar. Het moet ook een beetje in de sfeer van het liedje passen. En dan kijken we naar muziek. Ja, we hebben wel eens dan hebben we een eerste dingetje klaar en dan zeggen we, nou, dit gaat het worden. En dan hebben we het allebei gehoord, dan hebben we het opgenomen en dan zeggen we, ja, nou, dan zijn we 2 dagen verder, nou, eigenlijk allemaal helemaal niks. En dan wordt het ook radicaal in de prullenbak gegooid en dan maken we iets nieuws. En maar zit je dan ook echt bij elkaar? Ga je bij elkaar aan tafel zitten of loop je door de bossen? Nee, ik heb in de bossen niks te zoeken. Nee? We zitten gewoon lekker relaxed of bij Bart of bij mij thuis en dan gaan we het gewoon aan tafel met elkaar bespreken, doornemen, kijken hoe het klinkt. Misschien met andere geluidjes of met een ander ritme eronder of ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Of we gaan er toch iets van maken. En uiteindelijk, het is heel vaak dat we denken van nou is het klaar, dit hebben we, dit is leuk, ziet er goed uit en klinkt leuk. Ja, wat ik net zeg, dan op een gegeven moment, ja, na een paar dagen is iets van begint toch te vervelen en als het aan mij al verveelt als maker, nou dan is de luisteraar helemaal niet meer geboeid. Ja. Dus opgefrot en weggegooid en dan gewoon opnieuw beginnen. Hmm. En uiteindelijk komt er dan iets uit waar we allebei achter staan. Nou, maar het lijkt me best een lang proces om een theatershow te maken. Ja, dat is het ook. Materiaal te verzamelen. Ja. We hebben natuurlijk wel het een en het ander bij elkaar geharkt. Hè. We denken van nou, Bart heeft wat teksten geschreven, ik heb wat teksten geschreven, tenminste conferences dan. Dat lukt dan nog net. Dat is iets anders dan muziek schrijven, lied schrijven. En ja, al gaandeweg heb je op een gegeven moment een programma in elkaar. En we hebben nu afgelopen april, 1 april, hebben we in Naad Piek hier in Uden hebben we onze eerste try-out gehad. Okay. En daar hebben we het dingetje wat we gemaakt hebben, hebben we dus daar s'avonds voor de allereerste keer gespeeld. En? Ja, nou, heel veel leuke reacties gehad, ook heel veel goede feedback gehad. Eigenlijk ook van dingen waar wij van dachten van misschien moeten we dat toch anders doen. En dat werd dan na afloop door sommige mensen, ook mensen, we hebben ook mensen uitgenodigd overigens die er echt kijk op hebben, die uit die wereld komen. Mm-hmm. En die hebben ons ook gezegd van ja, maar ik zou dat veranderen, ik zou dat even aanpassen. Dus heel veel positieve, maar wel ook hele goede feedback gekregen. Okay. Dus we hebben echt ook weer meteen die zondag daarna, op 2 april, hebben we de boel bij elkaar gepakt en hebben we meteen gezegd, nou, dat gaat eruit. Ja. Dit gaan we herschrijven, dit gaan we verplaatsen. En zo valt uiteindelijk de puzzel in elkaar. Ja, dan zijn jullie zelf natuurlijk ook druk bezig met het maken ook van televisie en radio. Jullie hebben ook een hele leuke, jullie vloggen ook, hè? Jullie vertellen over de voortgang van jullie productie eigenlijk. Ja, kijk, weet je, ik ben eigenlijk nog niet zo voor dat vloggen en zo, maar we zijn een beginnend theaterduo en
Wat we willen is dat mensen ons leren kennen. Dat ze zeggen van dat ze ergens getriggerd raken. En zeggen van potverdorie, dat is leuk, dan moeten we eens gaan kijken. En nou, op een gegeven moment liep ik ergens in een of andere winkel. En dan zag ik zo'n stikje liggen. Ik denk, ach verdomd. Dus toen heb ik dat ding gekocht. €3, telefoontje erop. En ik denk, nou laten we het maar eens gewoon gaan doen. En we zien wel wat er van komt. En nou ja, ik denk dat het best wel leuk is. Ja. Laten we heel even naar een klein fragment gaan kijken. Okay. Dus uit de vlog van de voorbereiding van de theatershow van Bart Krijnen en Theo van Ewijk. Dag Philip van der Brand. Hallo Philip. Ja. Hallo. Heb het gezellig jongens? Nou, we willen zelf wel denken, mensen thuis, want aan die opvoeder van de bank, hè? Ik zie het van je. Maar we willen zelf wel denken, het is de eerste keer dat wij optreden. Ja. We zijn bezig met het theaterprogramma, we komen binnenkort bij jullie het programma. Dat is een goed plan. Dan gaan we iets uitleggen, zo een liedje zingen en alles nog maar. Maar ik wil even gesticht jullie zeggen dat we binnenkort gaan we beginnen met het try-out. Hier, deze mensen hebben het al een klein beetje gezien, we moeten nog een beetje aan sparen. Nou, dus even tegen de mensen binnenkort, komen jullie gezellig naar ons kijken. En dat doet Kevin, doet film en zo, ik heb het allemaal op televisie. Nou, dus ik zou zeggen, dat aan jullie goed en griffen. Houd de vlucht, kom maar. Ja, dat geeft toch een heel aardig beeld, Theo, van hoe jullie samen met elkaar omgaan, hè, samen die voorbereiding hebben. Is het trouwens goed samenwerken met Bart Krijnen? Want volgens mij zijn jullie toch wel verschillende types uiteindelijk. We zijn hele verschillende types. Bart is meer... Sorry Bart. Ja. Bart is, Bart is wat meer van ad hoc dingen doen. Mm. En ik ben planmatig wat meer in de weer, zeg maar. Ik probeer dingen een beetje te plannen. Want dan dat. Dan zo. Dat werkt voor mij prettiger. En, maar ja, goed. Ik kan met Bart prima door één deur. En volgens mij hebben we het samen heel erg leuk. En we hebben ook heel veel lol tijdens het repeteren. En, want dat gebeurt ook natuurlijk, hè? Want je hebt het over het samen bedenken, het samen creëren, het schrappen, het maken. Maar dat zal ook gerepeteerd moeten worden. Dat moet gerepeteerd worden. Kijk, en al die koortjes bijvoorbeeld met wat zal er zijn hierna. Dat is een van de serieuze liedjes in ons programma die de aandacht vestigt op de ellende in de wereld en of in de maatschappij. Dat is best wel zwaarmoedig, maar we willen het absoluut ook aandikken. Want ja goed, het is iets waar we eigenlijk niet meer omheen kunnen, helaas. Want het is echt ooit schering en inslag wat allemaal gebeurt in de wereld. En daar willen we toch wel bij stilstaan. Maar zo'n liedje, ja goed, dat moet dan wel even heel goed neergezet worden. En er zitten bijvoorbeeld ook heel veel koorwerkers in. Nou, dat is weer mijn dingetje. En dan zitten we samen met Bart en dan gaan we proberen. Bart zingt zin, neemt ze op. En uiteindelijk komt er iets aan. En van ja, pot, dit is het. Dus, maar dat gaat, gaat heel erg. Heb je er een goed gevoel bij? Heb er een ontzettend goed gevoel bij. Ja absoluut. Want, je wilt een theatertournee gaan doen. Is dan al bekend, ben je al theaters aan het benaderen van we willen graag bij jullie in het theater komen staan. Hoe werkt zoiets? Nou, Bart is met name bezig met het theatergebeuren. Want ik ben achter de schermen bezig met heel veel andere dingen. Dus hij kent ook veel theaters, omdat hij daar vroeger natuurlijk met zijn tour van Robert Long ook heeft gestaan. Dus en we gaan gewoon zoveel mogelijk theaters af. Wat we wel willen doen is onze eerste optredens die we gaan verzorgen, willen we wel in Brabant doen. En met name, we beginnen in Uden en omgeving. En dat doen we natuurlijk ook omdat Tooske hier een bekendheid een heeft. Een fenomeen is op dat gebied. Dus en van daaruit gaan we het van Lievelee uitspreiden, zeg maar. En we willen toch uiteindelijk wel, als ons de kans gegund wordt en mensen vinden het leuk, willen we toch wel ons gaan verspreiden door heel Nederland. Ja. En staat het bekend of staat het geprogrammeerd voor jullie zelf? Want wat jij al zegt, je bent van het plannen. Het seizoen 2017-2018, of is dat te snel? Nee, we willen beginnen eind september. Dan willen we de première laten plaatsvinden. En dan willen we tot en met 2018 willen we het blijven spelen. Het zal 2 jaar op de planken moeten komen als het goed is. Ja. Ga je dan ook tussentijds nog, gaat dat ook zo dat je dan tussentijds nog aanpast of dingen toe gaat voegen? Of zet je dan iets neer wat je echt 2 jaar lang dan liefst nee, gaat het is, het, uiteindelijk is het de bedoeling dat wat we gaan neerzetten, dat het dan ook wel zo'n beetje gaat
worden, zeg maar. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat als er ineens iemand heel spontaan een grapje, want dat gebeurt heel vaak, hè, je bent aan het spelen en je hebt een bepaald script, dat wil je aanhouden, maar er gebeurt iets in de zaal waar je eigenlijk niet omheen kunt, waar je iets mee wil doen. Nou, dan wordt er een spontane grapje geboren en nou, als het heel leuk is en het slaat aan, dan schrijven we dat op en dat stoppen we er nou weer bij natuurlijk. Dus, dan zijn jullie volgens mij ook mannen van improvisatie, jullie kunnen hier heel makkelijk inspelen op, hè, wat je al zegt, dingen die gebeuren in de zaal of tijdens een voorstelling. Mm-hmm. Ik geef de voorstelling daar ook ruimte voor om te improviseren. Ja. We willen, wat we met name ook heel graag willen, is min of meer een interactief programma. Er zijn een aantal momenten tijdens de voorstelling waar we ook het publiek bij betrekken. Of een aantal mensen uit het publiek bij betrekken. Die krijgen... Dus je moet niet op de eerste rij gaan zitten? Of, oh nee, dat maakt niet uit. Maar voor hetzelfde geld haal ik ze achteruit de zaal. Dus okay. Het maar net wie waar zit op dat moment. Hè. Dus ik vergelijk het altijd een beetje met een buschauffeur of met een douaneambtenaar die een bus aanhoudt bij de grens. En als er dan eentje tussen zit die zijn paspoort niet bij heeft, en zo'n douanebeambte die heeft daar een vuilloze neus voor en die pikt er zo iemand tussenuit. En wij hebben toch allebei denk ik wel het talent ook om er mensen tussenuit te pikken die proberen weg te krijgen van nou, wij liever niet. Nou, dat zijn met name de mensen die misschien wel aan de beurt zullen komen. Dit haasje dan eventueel, het spreekwoord. Nou ja, het haasje, het valt allemaal wel mee. Het is niet zo dat ze voor schut gaan. Alles is met respect en mooi gemaakt. Maar het is gewoon komisch. En dat proberen we natuurlijk toch wel erin te blijven houden om de mensen een onbezorgd avondje lach te bezorgen. In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. Zondagmiddag vond de eerste editie van Veghel Folklore plaats. Het evenement moest verbinden, mensen op de been brengen en bezoekers laten genieten van een muzikale middag. De kabelgatremmers uit Veghel organiseerden de middag en beten de spits af op de markt in Veghel. En daarna werd het nog een gezellige middag in het Veghelse centrum. Aan tafel zit nog Theo van Ewijk. Theo van Ewijk die samen met Bart Krijnen bezig is om een hele leuke theatershow op te zetten. Theo, heb jij zelf eigenlijk nog een voorbeeld die jij gebruikt? En dan bedoel ik een artiest of een muzikant waarvan je zegt van nou, daar pik ik iets van mee en die breng ik nu in, zeg maar. Nou, of ik het meteen inbreng, dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal conferenciers en cabaretiers waar ik een warm hart voor heb. Zoals? Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind Joep van het Hek geweldig. Joep van het Hek is af en toe wel grof.
En ik vind dat ooit ook wel kunnen. Ik zou het zelf niet altijd durven. Het zal een beetje van de zaal afhangen, denk ik. Maar die ik, waar ik van vind, ja, er is er toch wel eentje die spant toch wel de kroon, denk ik. En dat vind ik, hij leeft al een heel tijdje niet meer, maar dat is Toon Hermans. Ik vond Toon Hermans was toch wel, vind ik, een hele bijzondere figuur. Die kon echt een zaal compleet op zijn kop zetten met niks te zeggen of met niks te doen. Of een simpel deuntje of een ja, of zijn kop liedje door de gordijn steken. En weet ik veel, de manier waarop die man keek en waarop die man deed, ja, dat sprak me erg aan. Zijn manier van, zijn gevoel van humor vind ik heel erg leuk. Het zijn ook hele kleine dingetjes, hele kleine woordgrapjes en dat soort dingetjes die, ja, die probeer ik ook wel eens te bedenken. En ooit dan vind ik het heel knap van mezelf. Ik denk van, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Nou, en daar gaat er dan ook in. En die gaat er dan ook in. Ja, dus. En ja, Joep van Teck en Toon Hermans. En ja, goed, er zijn er eigenlijk wel zoveel. Als ik naar Herman Vinkers kijk of naar Jochem Meijer, ik lig echt in de scheur als ik die mensen bezig zie. Of weet die Mark van der Veerdonk. Ja, toevallig van de week even een klein stukje zitten kijken op YouTube. En dat vind ik echt, ja. Denk van, en die is sterk ook verbaal ook sterk en met zijn woorden. Verbaal, maar ook fysiek. Combinaties. Hoe dat hij erbij staat en hoe dat hij zijn kop trekt. Hij had laatst een klein stukje gezien van een bijeenkomst van lelijke mensen. En dan heeft hij in een of ander gebied met een dikke vette bril op van min 10 of zo. En die ogen zet hij dan zo heel. Ik denk van, oh mijn god, dat is toch geniaal als je dat gewoon kunt. En dan ook met een stalen gezicht en niet aan het lachen, niet van de wijs af te brengen. Nou, dat vind ik gewoon heel knap. Ja. Dus dat zijn toch wel de dingetjes waar ik tegenop kijk. En waar je misschien wel iets van meeneemt, om dat ook stiekem toch ergens terug te verweven in jullie show. We hebben op de try-out op 1 april heb ik ook een typetje neergezet. Heb ik dan gedaan. En dat, dat vonden de mensen blijkbaar wel. Ik had zelfs iets van, nou, dan gaan we meteen schrappen. Hmm. En terwijl dat achteraf kreeg ik feedback terug van, hey, dat was hartstikke leuk. Maar je moet het wat uitvergroten. Je moet wat. Misschien moet je gewoon je mond houden, maar juist met mimiek heel veel dingen doen. Dus daar ben ik heel druk aan het repeteren op dit moment. Hmm. Dus, maar dat, ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die erin komen. Nou. En wat ook heel erg leuk is, is wij zijn eigenlijk ook wel een beetje geïnspireerd door het verhaal van Geer en Goor. Dat programma ken je ongetwijfeld. Ja, ja. Ik vind ook de humor die die twee heren hebben, vind ik kostelijk. Enorm scherp. Ja, die zijn zo ad rem. Ja, precies. Ook op elkaar. Dus dat is ook het leuke, want hij... Terwijl het ook twee verschillende types eigenlijk zijn, wat jullie totaal eigenlijk ook een beetje zijn. Ja, ja, ja. Maar wij waren wel geïnspireerd, met name Bart was ook geïnspireerd door die twee, omdat ze eigenlijk toch in verband met de ouderenzorg en hun programma daar aandacht aan geven. Toen hebben wij ook gezegd, wij willen daar absoluut ook iets mee. Dus wij hebben besloten ook om in de tehuizen voor een bepaald, ik weet al, wat er allemaal achter zit, weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval wel ook een aantal tehuizen af. Bejaardenhuizen, of verzorgingshuizen, noem het allemaal maar op. Voor mensen een voorstelling gaan geven die het ofwel echt niet zo breed hebben, of die niet gewoon weg niet in de gelegenheid zijn. Probeer eens met iemand in een rolstoel naar een theater te gaan. Ik bedoel, valt altijd nog niet zo mee. Nee. Dus wij willen eigenlijk het theater ook naar de tehuizen brengen. Nou, en we hebben nu op 24 mei hebben we een volkel in het bejaardenhuis. Hebben we weer een van de try-outs speciaal voor de oudere mensen. Want we hebben ook het programma daarvoor aangepast met wat oudere liedjes die de mensen natuurlijk ook allemaal kennen. Nou, leuk. Ja. Nou, ja, volop in beweging jullie allebei. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Met de voorbereidingen en het afronden van jullie theatershow. Ja. Bedankt voor je komst naar de studio. Heel graag. Ik wil een heel klein dingetje aan toevoegen. Ja? Mochten mensen nou geïnteresseerd zijn, die willen er meer van weten en ons een beetje gaan volgen. Ja? We hebben uiteraard een Facebook. Er komt nog een website aan, die zijn we aan het maken. Maar er komt ook, we staan ook op Facebook onder de naam Krijnen en van Ewijk. En dan niet en geschreven, maar die krul. Die krul. Krijnen en van Ewijk. En mochten mensen graag iets meer willen weten of de agenda straks willen kunnen bekijken, dan kunnen ze in ieder geval op Facebook allemaal terecht. Nou, dan is dat in ieder geval ook gezegd. Op Facebook in ieder geval ook te vinden en in het najaar in de theaters, zeker hier in de regio en de streek. Nogmaals, bedankt voor je komst naar de studio. Je bent er al vaak, maar zeker voor vandaag voor Reactor. Heel graag gedaan. En daarmee komen wij bij het einde van deze aflevering van de Reactor. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!